Hier achter me is het Koerhaus. En we zijn dus in Scheveningen. En 60 jaar geleden werd hier Beauvais-mei opgericht. En daarom zijn we hier op deze toch wel historische plek om de Beauvais-mei samen 60 estafetten te gaan doen. Dat is een symbolische rit vanaf hier in Scheveningen naar helemaal naar de andere kant van Nederland. Naar Nijmegen, waar het hoofdkantoor van Beauvais-mei inmiddels is. Kijk, hier hebben we Kees. Goeiedag. En dit is denk ik ook voor jou een historische plek, of niet? Ik weet het. Het is namelijk de 18e september is altijd een bijzondere dag. Want het is mijn trouwdag namelijk. Vanwege de Beauvais-mei vergeet ik mijn trouwdag nu niet meer. Maar had u gedacht, hè? 18 september 1963, dat hier Beauvais-mei werd opgericht. Ja. En dat u nu zoveel jaar later in een waterstofauto zou ingaan stappen? Nee, want daar had ik er nooit van gehoord zelfs. Bijzondere dag dus voor u? Een hele bijzondere dag. Geboortestad. 60 jaar Beauvais-mei, dus wat moet je nog meer? Nou, een auto misschien. Kijk, nou ja, hier hebben we de auto. En volgens mij is daar ook de chauffeur erin, Jan-Paul, die vandaag met u mee gaat rijden. Een waterstofauto. Wat houdt dat precies in? Het is gewoon elektrisch rijden zonder de nadelen van accu-elektrisch rijden. Dus je kan gewoon in 5 minuten tanken. En ik heb geen 700 kilo accu's bij me. En om de estafette nog een keer een beetje te benadrukken, hebben we ook iets speciaals bedacht. We hebben een schaar, bedankt voor deze zware schaar. Aan het einde van de rit wordt deze gebruikt, wordt een lint doorgeknipt en dan begint het grote feest in Nijmegen. Het is bij waterstof wel zo, het is wel een hele ingewikkelde installatie, maar je hebt het eigenlijk op voorraad liggen. Onder druk. Klaar voor de pitstop? We gaan even zien hoe makkelijk het is. Waar zijn we trouwens? We zijn nu bij de BP Kerkhof in Den Haag, mijn tankstation. Waterstof warmt op als het uitzet. Dus op het moment dat wij niks doen, dan wordt de temperatuur in de tank wordt 150 graden. Dus wij moeten die waterstof, ik heb het gewoon bij je kamertemperatuur op voorraad liggen, moeten we terugkoelen naar min 40. In een van de grootste zonneparken van Nederland in Friesland. Daar maken ze dan van die over de stroom die ze niet kwijt kunnen, daar maken ze dan waterstof van. Ja, zodat die stroom dan niet verloren gaat. Hé, hey, kijk. Daar zou je ze hebben, in die waterstofwagen. En ik ga Kees vragen of hij de schaar wil overgeven. Zo, de zware schaar is uit de auto en we gaan hem overhandigen aan de volgende. Dat zijn fietsers, loopt u maar even mee. Ik jou. De schaar, je kan er dus van 8 personen tegelijk de teennagels mee knippen. Nou, ik kan niet wachten. Hij is. Wat ga je me aandoen, Kees? Dan moeten we dit op de fiets. Wat was er nou bij je eerder? De passie voor de fiets of de branche waarin je werkt? Nee, passie voor de fiets. Ik heb vroeger in de autobranche gewerkt, maar mijn passie was fietsen. Dus dat heb ik gauw omgedraaid. Toen ben ik een fietsenzaak begonnen. Als ik zeg elektrisch, is dat dan een beetje vloeken? Want jullie staan op een racefiets. Ja, dat is inderdaad vloeken in de kerk. Dat gewoon lekker sportief. Zeker. Ik zou zeggen, stap op de fiets richting Montfort, toch? Gaan jullie? Ja, wij volgen gewoon de IJssel en dan komen we in Montfort uit. Veel plezier, ja. Geniet ervan. Dankjewel. We zijn inmiddels aangekomen in Montfort en Gerard, Carla en Miranda hebben volgens mij een windje in de rug gehad. Met de schaar zijn ze inmiddels hier terechtgekomen en daar gaan ze het wisselmoment laten plaatsvinden. Hoe was het onderweg? Nou, het was eigenlijk wel te doen met de schaar. Ja, nee, dat ging prima en het ritje was mooi. De schaar is van de rug en dan mag de schaar overhandigd worden aan Hans. Met alle plezier, Hans. Geef ik hem aan jou. Fantastisch, dankjewel Carla. Gelukkig hoef je hem niet op je rug te dragen. Hans, prachtig met de schaar en we stappen zo de camper in. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Bunnik, naar het BOVAG hoofdkantoor. Ja, en je gaat in een camper, de camper van Carla en Kees. En heb jij wel eens gekampeerd trouwens? Ja, ik vertel net, het is eigenlijk kamperen heb ik zeker gedaan, maar camperen is wel een beetje een droom van mijn vrouw en onder spreken. Zeker. Ik zou zeggen, stap in en stel je vragen. Vaak zien de mensen door de boom het bos niet meer. Hè? Er zijn natuurlijk zoveel soorten campers. En dan vragen mensen wel aan ons van de camper die jullie rijden, dat is zeker de beste. Nou,
Dat is natuurlijk niet zo, dat is voor ons de beste. Hey Hans, nou gaan wij op weg naar Bunnik, naar de BOVAG. Maar jullie zitten volgens mij in Nijmegen. Hoe zijn jullie daar zo beland? Ja, men had goed opgeleide mensen nodig. En toen had men de gedachte, als we verhuizen naar een gebied waar meer werkgelegenheid is en bijvoorbeeld een universiteit. En toen is de keus voor Nijmegen gemaakt. Daar zit Bovee mij nu al heel veel tientallen jaren. Wij zijn inmiddels bij BOVAG beland. We wachten nog heel even op de camper. Zometeen weer het estafette wisselmoment. Daar wachten we even op. Daar zijn ze door het verkeer heen. Ik zie daar als eerste Hans naar buiten komen met de schaar. Hoe was het? Het was hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Kees heeft heel veilig gereden, heel belangrijk. En ze hebben wel een hele mooie camper, hè? Ja. Want nu heb je nog een belangrijke taak, hè? Zeker. Ik ga de schaar overhandigen aan Sjors. Sjors, je hebt stevig de schaar in de handen van de samen 60 estafetten. Die ga je overgeven, maar nu nog niet. Ik stel voor dat we morgen verder gaan met de estafetten. Ja, nou, dat lijkt me een goed plan. We zijn een dag later. Het weer zit iets minder mooi mee dan gisteren. Nou, we kijken of de truck eraan gaat komen. Nou, daar is die. Het is trouwens wel een heel groot ding, hè? Al eerder in zo'n vrachtwagen gezeten? Nee, zo groot er nog niet. Ja, stap maar even uit, Bert. Wat een enorm gevaar. Goedemorgen, Arjan, toch? Ja, zeker. Ja. Je neemt Sjors mee. Hey. Je neemt Sjors mee. Goedemorgen, Sjors. En jullie gaan samen lekker onderweg, denk ik, nou, ook over de truck praten. Want ja, het is een debuut, toch? Een truck-debuut. Ja. Ik zou zeggen instappen. Gaan we dan gaan we dat doen. Dankjewel. Zeg René, nou, als je nou kijkt, hè, ik ben 3 jaar geleden begonnen bij BOVAG. Midden in corona, wat betekende dat voor jullie, die coronatijd? Een onwerkelijke periode. Wij hadden zeg maar heel veel branches waar we zaken mee deden, die konden gewoon door. Ja. Ja, omdat het essentieel is, hè, voor de maatschappij. Maar er waren ook takken van sport die stonden gewoon stil. De logistieke sector heeft natuurlijk internationaal best wel baat bij goede afspraken. Ja. Hè? Wat een hele goede afspraak is natuurlijk, is dat als je in een bepaald land chauffeurs uit een ander land in dienst neemt, dat je dan wel aan de richtlijnen of aan de CAO of aan de arbeidsvoorwaarden moet voldoen van het land waar je voor rijdt. Dat we met z'n allen naar een schonere omgeving willen, vind ik niet meer als normaal. Alleen de weg ernaartoe, daar zullen we nog eens even goed naar moeten kijken. Zo, ik zie de vrachtwagen gelukkig aankomen. Bert en Sjors zitten voor in de cockpit, heet dat volgens mij, van de vrachtwagen. Ga ik even vragen hoe het was aan boord. Ik hoop dat Bert zijn vrachtwagen even uitzet, gelukkig, en uitstapt. Hoe was het onderweg? Ja, hartstikke leuk. Ja? Ja. We hebben eigenlijk een beetje overal over gehad. Nou, dan gaan we de schaar doorgeven naar de volgende. Die gaan in een lesauto instappen. Dat vind ik ook wel een mooie. Goeie rit toegewenst. Dank je. Ik heb een mooie auto bij me. Hè, een mooie instructeur naast me zitten. Dus het gaat helemaal goed komen. Okay. Op naar de volgende. Ja, veel succes. Dank je. Als je een beetje serieus iets wil betekenen in de rijschoolwereld, ja, dan ben je allround en geef je alle categorieën. Dus die vrachtauto's kwamen er, later ook een bus aangeschaft. En dat ging warempel goed, want in heel Lelystad en heel Flevoland had je geen rijscholen die grote categorieën deden. Mm-hmm. Maar eigenlijk staat en valt alles. Jij begint met die mobiliteitsbranche. Ja, wij staan voor. Je hebt het over vrachtwagenrijbewijs, motorrijbewijs, personenautorijbewijs. Ja. Nou, het begint al met scooter, hè? Met 16 jaar. Ja. Ik bedoel, alles rondom mobiliteit. Eigenlijk leg jij de basis voor ons bedrijf. Ja, dat is ook altijd zo gezegd, hoor, bij BOVAG en bij BOVEMEI. Serieus, ja. Dat is ook zo, hè? Een lang leven mobiliteit, een lang leven leren. Die verrichting is ook weer goed afgerond. Kom maar eruit. Met de schaar. Met de schaar, inderdaad. Hey, de eerste vraag is natuurlijk, is Erik geslaagd? Hij is geslaagd. Kijk eens hoe blij die is. Hij is helemaal blij. Kijk eens, ontzettend blij. Ging het goed? Ja, ik ben heel tevreden. Hij is 2 keer afgeslagen. En die ingreep die telt nu blijkbaar niet. Dus, nou, jij kan door. Jij ook trouwens, want jij moet de schaar gaan overhandigen. Ja, ik ga op zoek naar Geet. Patrick. Oké, okay, kijk eens. Geweldig, dankjewel. De schaar. Nou, dat moet goed komen zo meteen, hè? Helemaal. Ja, dus ik denk dat er een goede bestemming voor is.
En ik ga hem naar Nijmegen brengen, Patrick. Hey, over motorrijden wordt altijd gezegd dat het een beetje een risico is. Voel jij dat ook zo als je op de motor zit? Ja, dat klopt wel. Alleen je hebt vaak wel een eigen hand. Dus alleen ja, de tegenpartij is de gevaarlijkste eigenlijk. Dus die, ja, dan moet die moet je eigenlijk altijd in de gaten houden. Die moet je altijd in de gaten houden. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Jij gaat er achterop zitten, ja, in ieder geval. En dan gaan we de laatste etappe afleggen. Belangrijke etappe lijkt mij. Vandaag zijn wij 60 jaar, bestaan wij 60 jaar. Natuurlijk een mooi moment. Dus wij gaan naar onze een beetje thuisbasis in Nijmegen. We hebben natuurlijk al heel veel andere vestigingen, maar Nijmegen is wel waar een groot deel is begonnen. Waar nog een groot deel werkt. En ik kijk ernaar uit om daar de schaar aan mijn collega te geven die daar iets moois mee gaat openen. Wachten is op Ageet, die rijdt dus op de motor de laatste etappe en die gaat de schaar aan Hans overhandigen. Dus we zijn benieuwd, wanneer komt ze eraan? Hoor ik daar al een beetje motorgeluid? Enorm genoten, want er is mooi weer. Veilige chauffeur. En ja, was heerlijk, was leuk om te doen. Ja. Nu de schaar, nu het moment. Ja, 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 daar kwamen jullie voor, hè? Oké. Okay. Daar gaat hij. Kijk. Yes. Nou, dat was hem. De Bovemij Samen 60 Estafette. Van Scheveningen naar hier in Nijmegen. Met hele mooie verhalen onderweg. En binnen zijn inmiddels de mensen gaan feesten. En ik denk dat wij dat ook gaan doen. Dus ik zou zeggen, op naar de volgende 60 jaar van Bovemij.